Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag mijn lipstick gematcht met de nieuwe dozen van de Zara. Dus voor mij zijn ze nieuw. Namelijk deze hysterisch roze doos. Daar zitten spullen in. Of nou ja, nu niet meer, want die liggen nu naast me. Want het leek me leuk om weer een Zara shoplog te doen. Dat is nog niet zo heel lang geleden, maar ja, eindelijk. Oh, is er zon. Zo aan toe. En het is nu eindelijk lekker weer en ik dacht, ik heb kleren nodig, want alles is te groot en dan moet je wat. Waar ik vooral naar op zoek was, was jean shorts. Dat klinkt heel ouderwets, spijker shorts. Korte broekjes van spijkerstof. Want die ik nu heb, ja, die zijn echt te groot. Nou koop ik ze ook alles wat groter dan mijn eigen maat. Sorry voor het bellende kind, het stopt niet. Niet mijn kind, niet buiten. Mijn kind is er ook buiten, zodat ik rustig kan filmen. Als je zo omdraait de camera, zou je denken, oké, okay, moet je niet eerst opruimen, maar nee, dat voor later. Dit kan ik niet doen als de kids erbij zijn, namelijk filmen. En ik had heel veel zin om deze shoplog op te nemen. Met dus vooral spijkershorts, maar ook een aantal andere fijne zomerse items. Dus laten we gewoon beginnen met het eerste jurkje. Dit is echt een super basic jurkje. Ik heb, ik zal de maat trouwens gewoon noemen, dit is een S. Een heel fijn jurkje. In mijn hoofd was hij op de site iets minder mega rood-roze dan in het echt. Hij komt op het scherm, hij is iets meer verwassen dan dat hij op, het scherm overkomt. Maar het is wel ongeveer die kleur. Vloekt dus lekker met mijn lipstick. Een heel fijn basic jurkje. Van een lekkere katoenen stof. Ik dacht, dit is een heerlijk overgooitje als je een beetje in en om het huis bent. Gooi die even aan. En ook dat je als je naar het strand gaat of zo, gewoon lekker makkelijk om overheen te gooien. Gewoon van lekker katoen, dat het niet gaat kriebelen, jeuken, zweten en doen. Heerlijk. De kleur vind ik wel echt anders dan ik op de site dacht. Volgens mij zeg ik dat ook al. Maar ik vind het wel echt een heel fijn, makkelijk overgooijurkje. Het is wel kort. Het is niet iets waarvan je denkt, zeg maar, met je bikini eronder zou het kunnen. En verder is het vooral voor thuis. Maar hij zit wel echt gewoon een beetje zo lekker luchtig. Sorry voor de achtergrondgeluiden trouwens. Lekker luchtig. En ja, weet je, echt zoiets wat je dan even aangooit als je thuis gewoon lekker rommelt. En het gewoon super warm is. Daar is hij echt heel fijn voor. Maar het is, ja, hij is echt te kort. Ik ben 1,71. Dus niet heel kort, niet heel lang. Dus als je een stuk kleiner bent, echt maar 1,60, denk ik, nou, dan is hij prima. Maar anders zou ik het echt niet zo heel snel echt naar buiten aan doen. Tenzij dus echt over je bikini heen. Dus deze. Dan als tweede deze jurk. Je denkt, je ging voor spijkershorts, dat komt nog. Maar dit lag gewoon bovenop. Deze jurk is gewoon een hele basic zwarte jurk. Ik moet zeggen dat de stof echt veel dikker is dan ik dacht. Wat ik aan de ene kant heel fijn vind, want dat betekent dat het niet zo tekenend is. En aan de andere kant is het misschien wel heel warm voor het idee wat ik ermee had. Maar het is een midi jurk met dunne bandjes die achterop dus in een kruisje lopen. Klein V-halsje. En dan is hij gewoon heel simpel recht toe recht aan midi. Ja, dit moeten we echt even aanzien. Ik heb hier ook een S van. Deze was trouwens 15,95 en dat wat ik net liet zien, ga ik even kijken, was 12,95. Wel weer heel fijn spul, maar dus echt wel dik. Dus het is niet echt een luchtig jurkje zoals dat, zeg maar, ik gooi het er even overheen. Dit zou dan misschien meer, ja, voor de avond zijn. Terwijl ik dacht, ja, ik vind dus driekwart heel fijn als, dit ga je vaker horen, deze shoplog, denk ik, maar als moeder is het, ja, fijn dat je gewoon normaal kunt bukken en zo. En dat is natuurlijk heel, weet je, want je bent met die kinderen op lage hoogte. Dus dan moet je er een optillen, dan hebben ze weer iets aan te vallen. Dus je bent vaak aan het bukken en dan is het fijn als je dat zorgeloos kan doen. Dat zal in dat jurkje wat ik net liet zien wat lastiger worden. Maar deze zou daar, dus ik dacht, de driekwart jurk is dan altijd wel heel lekker. En ik heb wel een paar fijne, ook nog een paar die passen. Maar dat zijn echt wat zwierige jurkjes. En dit wat dacht, leek mij weer een fijne basic. Maar hij is echt gewoon van dik spul. En voor die prijs zou ik dat ook echt niet verwachten. En ik dacht dus dat er meer kleuren van waren. Dus als dit bijvoorbeeld in het wit is, ik denk dat het niet eens doorschijnt. Dus kanshebbertje. Nou, deze is voor mij
te klein bij de borst. Zeg maar, verder zit hij helemaal goed. Ik heb hier gewoon ruimte en zo. Dat is helemaal geen probleem. Maar ja, dit is gewoon... ik krijg geen lucht. Nou heb ik vrij grote borsten. Dus heb je kleinere borsten, dan is de S helemaal prima. Heb je grotere borsten, echt een maatje groter. Want het is gewoon... Ja, ik vind hem verder wel echt fabuloso. En ook, hij heeft hier dus een dubbel laagje. Dus volgens mij was hij er ook in andere kleuren. Dus dat, normaal zou ik dit nooit in wit doen. Maar het is een vrij dikke stof. Ik vind hem dus wel heel leuk. Dus ik twijfel wel een beetje of ik hem in een emmetje zal doen. Maar ja, hier zit hij verder wel goed. Ja, maar dit kan echt niet. Zeg maar, deze maat sowieso niet voor mij. Maar ik twijfel of ik hem een maatje groter zal doen. En of dat dan... leuk is. Ik vind die rug gewoon ook heel mooi. Ja, ik heb natuurlijk nu wel een BH eronder. Even zien wat jullie zien, anders weet ik niet. Maar die gekruiste bandjes. Ja, ik heb dus nu ook nog een BH. Maar als je geen BH eronder doet, wat op zich niet nodig is. Omdat die, nou ja, hier gewoon best wel stevig is. Ja, nou. Qua lengte vind ik me goed. Ik heb niet mijn sport-BH die daar ligt. Maar ja, nee, het is, hij is voor mij hier te klein. En dan komen we dus nu bij het allereerste jeans shortje. Die ik dus... mijn stem. Die ik dus in twee maten heb besteld, want ik wist het gewoon niet zo goed. Normaal bestelde ik, en dan had ik zeg maar, ja, maat 38 denk ik van broek. En dan bestelde ik een 40 of een 42 van het shortje. Maar dat was ook een andere tijd, waarin... nou ja, sowieso mijn buikspieren ergens halverwege gingen. Dus ik had zeg maar... mijn taille was niet meer. Maar het was ook een tijd met wat lagere broekjes. Dus ja, dat vond ik dan lekker als dat nog wat lager hing. Nu is het allemaal natuurlijk high waist. En ja, dan kan je 6 maten te groot nemen. Maar dan ga je niet, ja, dan gaat het niet worden, zeg maar. Dus nu dacht ik, nou, misschien moet ik dan true to size doen. Dus een 36, wat ik normaal van spijkerbroek heb. Maar ik heb toch ook 38's besteld. Omdat mijn ervaring is dat korte broekjes wel heel kort zijn. Mijn ervaring is dat korte broekjes wel heel kort zijn en ik ze net iets langer wil. Dus daarom heb ik ook 38 besteld. Dus nou, deze heb ik dus in de 36 en de 38. Dit is, deze zijn 19,95 en dit, ja, dit is altijd de vraag. Ik ga ze allemaal proberen te linken. De High Rise Short Rigged. Ik vond het wel een heel lekker licht kleurtje. Wel met heel veel scheuren. Maar ja, dat vind ik ook altijd wel leuk gewoon voor de zomer. Ik vond de zakken mooi, lekker basic. Ja, ik weet, ik vind niet alle zakken van broeken mooi. En ik vind vaak bij high-waist zitten ze zo hoog dat het lijkt alsof je billen ergens op je rug beginnen. En dat kan me voorstellen als je niet zoveel bil hebt, dat dat misschien nog een cool effect is. Maar ik heb best wel bil, dus dan heb je maar zakkont. Ja, dat vind ik echt een beetje gek. Dus deze leken mij, als ik zeg maar naar de plaatjes keek, op de goede hoogte te zitten. En waar ik dan verder altijd naar kijk, en dat is altijd maar weer de grote vraag of die theorie dan klopt, is hoe lang zeg maar op het model het stukje van het kruis naar het been lijkt. En soms zit daar zeg maar echt dit en dan denk ik, ja, dat gaat hem echt niet worden. Dit was een beetje randje. Dus ik heb 36 en 38 besteld, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat staan. Hemdje vind ik heel leuk, maar ik ga eerst, voordat ik jullie het goed laat zien, even een ander broekje aan doen. Dit is het... korte broekje, maar in de maat 36. En dan vind ik echt helemaal veel te veel bil en veel te veel been. Dus ik hoop dat de 38, hij zit verder wel hier heel mooi. Maar ik hoop dat de 38 gewoon net iets charmanter voor mijn leeftijd zit. Ja, dat is beter. Ik vind hem nog steeds misschien een beetje kort. Wat vinden jullie? Zeg maar, op zich kan het wel. Dus niet op mijn billen eronder uitkomen. Ik vind hem qua hoogte echt super. Ik vind hem ook met dit hemdje echt geweldig. En omdat het natuurlijk best wel lang vlak is, is het ook weer niet dat je denkt, maar ik moet er gewoon wel weer even aan wennen. Want ik heb normaal broekjes die wel iets lager hangen. Maar misschien wordt het dan wel heel veel, zeg maar, als hij en hoog is. Hij is, nou ja, hij komt tot boven mijn navel, zeg maar. En als hij dan ook nog heel lang is. Nou, we gaan kijken wat we nog meer hebben. Ik hoop dat jullie trouwens niet veel last hebben van het geluid buiten. Ja, het is natuurlijk lekker weer, dus iedereen is naar buiten. En mensen hebben besloten onder mijn raam hun levensverhaal met elkaar te delen. Dat mag natuurlijk, het is buiten, maar ik hoop dat jullie er niet te veel last van hebben. Ik heb de ramen dicht, maar ja, sorry mensen. Persoonlijk.
Ik heb een andere raam wel open, maar daar heb ik weer een deur tussen. Goed verhaal. Dan dit shirtje. Dit leek me ook zo'n heerlijk, ik gooi het er overheen shirtje. Het is cropped. Maar ik had goede hoop met een high-waisted broekje dat je geen buik ziet. Want ja, daar vind ik mezelf niet meer de leeftijd voor. Daar is moeken weer. Ja, dat. Nee, dat vind ik gewoon. Nee. Nee, dat doe ik niet meer. En helemaal fijn als je dat wel doet. Maar het is natuurlijk bij mij ook. Ja, die hele buik is gewoon een soort van onzekerheid geworden. Vroeger was het mijn trots. Maar dat is nu niet meer. En hij ziet er nog mega goed uit. Vriendinnetjes zeggen ook altijd, waar heb je het over? Maar mijn dingetje. Maar zeg maar dat in combinatie met dat ik sowieso niet meer helemaal passend meer vind. Als je met twee kleine kindjes rondloopt met een buiktruitje. Vroeger droeg ik het. Ik had vroeger ook een navelpiercing. Misschien wel leuk om te weten. Wat mijn vader echt verschrikkelijk vond. Maar hij loved it. Maar goed, die is na de zwangerschap ook niet meer. Maar ja, ik droeg vroeger graag buiktruitjes. Maar ik vind me nu dat punt ben ik voorbij. Ja. Maar deze. Oh, lang verhaal. Lang introotje voor een simpel hemdje. Maar dit is gewoon een heerlijk verwassen grijs shirtje. Ik heb hem volgens mij ook nog in een cognackleur. Ja, dit, ja, ik weet gewoon, dit ga ik gewoon heel veel dragen. Gewoon bij haakje eronder, spijkerbroekje. Klaar. Gewoon heerlijk. Ook weer lekker luchtig katoen. Niet geen ingewikkelde zweetdingen. En ik heb dit in een S. En deze was €7,95. Oké, dit is nu een soort van orkest of zo. Nou ja, nee. Er is gewoon een kind met muziekinstrumentjes bezig. Sorry dat ik erover klaag. Maar het is gewoon, ik probeer dan op een moment te filmen. Als dan heb ik Sven naar buiten gestuurd met de kinderen. En dan kan ik dat even doen. En dan is er dus dit. Nou, we kunnen ermee leven. Nog een short. Dit is de High Rise. Verder heeft het weinig naam. Misschien zit het hier. Deze heb ik denk ik alleen in een 38 besteld. Stukje zelfkennis altijd goed. Dit is gewoon een wat langere, leek maar wat langer. Kijk, hier heb je dus ook, zeg maar, als je het dan weer hebt over de afstand tussen het kruis en zeg maar, kruisbeenafstand. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Dit stukje is beduidend langer dan bij deze. Ik weet niet of je het kunt zien, ik weet niet of het gaat overkomen, maar we gaan het proberen. Ja, kijk. Zie je? Dus het is allebei vanaf het kruis en dit scheelt echt aanzienlijk. Dus ik heb hier best wel hoop op. Ook weer high rise, dus high waist. Dit keer met knopen in plaats van een rits en gewoon iets simpeler. Dus niet helemaal gescheurd en gedaan. Maar wat meer basic, wel lekker. Ja, gewoon simpel, niet ingewikkeld. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik vind het er, zeg maar, als ik het zo zie, denk ik echt, nou, wat gaat het worden? Maar we gaan het aandoen. Deze was €19,95 ook. Dit is het andere grijze shortje dus. Die heeft ook een splitje, maar die is dus weer korter. Maar die heeft minder scheur. Maar hier vind ik echt, ja, te veel bil. En hij is ook scheef. Ik weet niet of je het ziet, maar de ene pijp is maar dan de andere. Maar zou je dus deze dan weer korter kunnen knippen? Maar ik vind ze al vrij kort. Ik vind het verder wel een heel leuk model. Dus als je iets minder bil hebt, is het misschien wel leuk. Maar nee, voor mij vind ik het net too much. Dit is het langere model broekje. Ik vind het wel leuk dat hij een splitje heeft. Daar hangt echt een enorme draad. Nou, die knippen we straks wel even af. Hiervan heb ik de 38 aan. Ik denk dat dat wel lekkerder zit dan de 36. Denk de 36 wordt echt een beetje zo. En dat is niet zo lekker in de zomer. Hij is ja, gewoon net wat beschaafder dan de lichtblauwe. Ook wel heel leuk. En dan deze daarbij. Eigenlijk dus dezelfde als die grijze. Maar dan, ja, hij komt wat oranjer over, vind ik, op beeld dan in het echt. Hij is echt een beetje tussen okergeel en cognac in. Ook weer, nou, zo'n fijn basic hemdje. Weer maat S, weer €7,95. Had ik dat bij die andere eigenlijk al gezegd? Ik weet het niet. En om to go out with a bang. Not a wit shirt. Ja, mensen kan het nodig hebben. Nou ja. Ik heb een heel fijn wit shirt met een hoge hals. Maar ik vind een V-hals toch ook altijd heel leuk in de zomer. Dus ik heb deze gedaan. Eigenlijk wil ik ook nog heel graag grijze. Maar ik kan niet echt een mooie grijze vinden. Dit is natuurlijk wel een mega gevaarlijke kleur met kinderen. Dus ik weet niet hoe vaak ik het met kids aandoe. Maar ik vind, ja, love witte t-shirts. Zeker met zo'n jeans shirtje. Helemaal top. Ook een maat S, €5,95. Hij voelt echt van super fijn katoen. En die echte
lekker stevig. Ja, vaak zijn ze van wat meer van dat wat dunnere, meer tekenende stof. En dit voelt echt wel als een lekker stevig t-shirt. Ja. En een fijn basic wit shirt. Dit is hem lang. Oh, Sven zet de douche aan. Excuse me. En nou, ik zou hem vaak natuurlijk erin stoppen. Maar gewoon een heel fijn basic shirtje. Ik vind de mouwen wel wat strak. Dat is het enige waar ik over twijfel. Maar ik denk ook, ja, is dat heel dramatisch? Het is niet dat je het ziet. Het is meer dat je het voelt. Het is een S trouwens. Dus groter is niet nodig. Maar ja, ik heb gewoon blijkbaar stevigere armen. Een enorme spierbal. Nee, ik weet niet. Het is gewoon een pasvorm, denk ik. Maar ik vind het wel heel mooi dat hij zo mooi bij de schouder zit. Alleen, ja, die mouwtjes zitten net wat strakker. Maar ik vind de V heel goed. Ja. En dat was het. Dat was de shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Inspiratie hebben opgedaan. Mocht jij nog een fantastische winkel hebben voor shorts. Ik wil eigenlijk nog steeds een keer een Levi's short. Alleen, ik heb geen idee wat voor maat ik daarvan heb. Dus ja, misschien als jij dit zo hoort, dat je denkt, jij hebt die maat, laat het me weten. Want de laatste keer dat ik een Levi's heb gekocht is echt heel lang geleden. En ja, je kan ook naar de winkel, maar nou, doe het toch liever even online nog. Tot ik volledig ben gevaccineerd. Ik ben namelijk al gevaccineerd. Omdat ik in de risicogroep val, heb ik al de eerste prik gehad. En dat is nu 2 weken geleden, dus ik ben nu al grotendeels klaar, zeg maar. Of veilig, tussen aanhalingstekens. Dus het is echt heel fijn gevoel. Dus dat maakt ook dat ik weer meer, voor mijn gevoel weer meer kan gaan doen. Maar om nou echt te gaan shoppen. Maar ja, misschien is het ook weer leuk om een keertje te winkelen. Maar of ik dan Levi's shorts wil gaan passen. Dus laat even weten als jij wel een Levi's short hebt. Ik hoop dat jullie leuk vonden zien. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie ook zo vrolijk werden van deze hysterische lipkleur voor mij doen. Het is nog steeds heel mild misschien. Maar ik vond het wel gezellig om even te doen. Geniet van het weer. Hopelijk als jullie dit zien is het nog steeds ook lekker weer. En als je deze video leuk vindt, vergeet je dan vooral niet eventjes te abonneren en duimpjes omhoog te doen, want daar maak je me ontzettend blij mee. En ik zie je heel graag heel snel bij een nieuwe video.